De meeste mensen denken dat er in Hollywood alleen maar keihard gewerkt wordt. Maar er zijn filmsterren die niet weten hoe snel ze een cursus bridge moeten volgen om daar een beetje mee te tellen. De AVRO-cursus bridge start dit najaar opnieuw en een introductie daarop volgt nu. Zo, vanavond het eerste toernooi. Ik ben benieuwd. Ik vind het de gezelligste avond van de week. Lekker naar de club. Ik kijk hier toch elke woensdagavond weer naar uit. Zo gezellig dat jullie er weer zijn. Fijn. Niet te laat. Nee, ook keurig op tijd hoor. Dag, Beb. Bridge brengt mensen bij elkaar. Thuis en op de club. Want bridge is een kaartspel dat blijft boeien. Het is een teamsport omdat je het samen met een partner speelt. Het is geen gemakkelijk spel omdat je je aandacht erbij moet houden. Toch zijn de grondbeginselen van bridge eenvoudig te leren. Want als je een boer van een heer kunt onderscheiden en je kunt tot 13 tellen, dan kun je ook leren bridgen. Thuis met de nieuwe AVRO-televisiecursus Bridge, die op 4 oktober begint. Wat vindt topspeler Omar Sharif van Bridge? I have been playing Bridge for 30 years now. And I'm more proud of these Bridge trophies than I am of any Oscars or film trophies that I've had in my life. Bridge is a wonderful game. I have a great passion for it because it brings people together. Because you have to play with a partner. It's also the only game in the world, card game, where there are organized world championships and wonderful tournaments in the most beautiful resorts. If you know how to play bridge, you're always welcome in any club where bridge is played. You're part of the brotherhood. Ook voor beginners is het sportieve element van bridge aantrekkelijk. Er worden allerlei evenementen georganiseerd waarop beginnende bridgers hun krachten kunnen meten. Aan dit toernooi, dat jaarlijks wordt gehouden voor uitsluitend eerstejaars bridgers, deden meer dan 1000 mensen mee. Vindt u het een moeilijk spel? Het is opletten. Goed opletten. Een beetje moeilijk toch ook, ja. Ze zeggen wel eens, het is eigenlijk een spel voor, laten we zeggen, wat chique mensen. Dat is onzin. Nee, het is gezellig. En ja, het legt bepaalde contacten gewoon, genoeglijk. Je zit heel ingewikkeld te kijken op dat schuifje hier. Ja, omdat ik nog te stom ben om de punten uit mijn hoofd te leren, dus dat is... Bent u dan niet ook te stom om bridge te leren? Nee hoor, nee, we zaten nu in een heel zwaar contract, een hoog contract, en dat zit je met die punten. Dus dan kijken we dat even na op een scorekaartje. Wat is het nou dat u in bridge aantrekt? Gewoon toch ook wel een vorm van ontspanning. En ook wel het leren kaarten, ook wel. Gewoon uitspelen, het heeft gewoon veel meer mogelijkheden als andere kaartspelen. Betekent dit voor u ook extra gezelligheid? Natuurlijk. Natuurlijk, er komen veel andere mensen. Ik ben 73 jaar, dus dan moet je overal wel meedoen, hè? Dat je maar kunt, hè? Ja, dat is toch zo. Maar vindt u ook dat iedereen het van elke leeftijd kan leren? Natuurlijk, dat kan zeker iedereen leren. Ik ben 73 en dan zou er aan een van 20 niet kunnen leren. Dat zou te dom zijn, hè? Het kost me ontzettend veel moeite vandaag. Ja. Het viel me hartstikke tegen, ja. Ze zeggen wel eens dat het een spel is voor oudere mensen. Het lijkt, in het begin vond ik het ook wel, dat ik dacht, toen als ik zou zeggen van dat ik ging bridgen, zei ze van nou, dat is echt iets voor oudere mensen of zo. Maar je ziet nou hier ook steeds meer jonge mensen. Ik geloof dat dat heel goed is. Aan de bridgecursus die de AVRO vorig jaar uitzond, namen meer dan 100.000 mensen deel en leerden het spel. Spontaan ontstonden er ruim 50 nieuwe bridgeclubs. Toch konden velen niet aan de cursus meedoen, omdat de uitzendingen 's middags waren. Daarom zendt de AVRO ook dit winterseizoen weer een cursus bridge uit vanaf 4 oktober, maar dan iedere vrijdagavond om 6:10. Het worden korte lessen van 10 minuten die over 34 weken gespreid liggen. Het tempo is daardoor rustig. Er wordt veel aandacht aan praktijk en spelen besteed. Ook komen er terugblikken. Een lesje missen hindert dus niet. De cursus is ook aantrekkelijk voor bridgers die hun kennis eens willen opfrissen of het ecosysteem willen leren. Vaak een 1 of een 2 bot. Die mag je dan niet meer. Die mag je toe. 12 punten.
Ook tijdens deze cursus organiseren vrijwilligers van de Nederlandse Bridgebond weer op meer dan 100 plaatsen in het land oefenbijeenkomsten onder deskundige leiding. Door deel te nemen aan zo'n oefengroep kan men bridgepartners vinden, adviezen krijgen en oefenen in een gezellige sfeer. Dat is voorzing, dus dan moet jij zeggen met die drie harten. Kunt u mij uitleggen waarom je destijds eigenlijk aan die cursus begonnen bent? Nou, ik zou eigenlijk iedereen die alleen is of zich eenzaam voelt aanraden te gaan bridgen. Want zo maak je kennissen. That's all. Wat heeft u van die cursus opgestoken? Oh, een heleboel. Hij was enig. En de avonden waar je kon oefenen waren ook enig en gezellig. Heel leuk. Doe het ook beslist weer, de volgende cursus. Hoe is het? Mag ik u even storen bij uw spel? Kunt u mij zeggen wat u ertoe gebracht heeft om die bridgecursus op de televisie te gaan volgen? Nou, wij zijn dus door een kennis erop attent gemaakt of wij dus gezamenlijk als paar mee wilden doen om het. Zij waren dus ook met z'n tweetjes. Om met z'n vieren dus in de toekomst te gaan bridgen. En ik moet zeggen, we hebben dus dat met veel genoegen gevolgd. En er heel veel van geleerd. We kenden het bridge heel sporadische regels. Maar door de opzet zoals die gegeven werd op tv, plus het begeleidende boekje, daar hebben we werkelijk heel veel van opgestoken in een betrekkelijk korte tijd. Maar je moet er wel wat voor doen, hè? Je moet natuurlijk wel je huiswerk maken. En je moet natuurlijk wel de oefeningetjes maken. U hebt meegedaan aan de Avro Bridge cursus. En waarom deed u dat eigenlijk? Wat is er voor u de aanleiding geweest om het te gaan doen? Gewoon omdat ik het gewoon leuker, het spel vond. Leek me erg leuk om te doen. Maar ik vond het in het begin verschrikkelijk moeilijk. Want compleet Chinees, hoor. Maar later, dus toen we een paar lessen hadden gehad, vond ik het toch wel erg leuk. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. U staat heel ingespannen te kijken naar hoe klantjes het doen, om het zo maar eens te zeggen. Ja, nou, dat is gewoon een genot soms om te zien hoe alles fout gaat, maar hoe ook sommige dingen nog goed kunnen gaan, hoor. Ja. Het zijn mensen die aan de cursus van het afgelopen jaar hebben deelgenomen. Hoe is die cursus voor die mensen verlopen? Heeft die aan de verwachtingen beantwoord? Ja, dat kan ik wel heel duidelijk ja op zeggen. Want ik heb namelijk hier in dezezelfde ruimte heb ik twee groepen begeleid. En daar is uiteindelijk toch een vereniging uit ontstaan. Die op dit moment 82 leden tellen. Met het gevolg, we hebben al een ledenstop. En ze zijn zo verschrikkelijk enthousiast. En ze zit jong en ze oud. In alle leeftijden hebben we ertussen zitten. En deze groep heeft dan ook nog daarnaast het geluk dat we wat mensen erbij hebben die al wat viertallen gespeeld hebben ook. Dat we gaan zelfs in het Bonds viertallen meespelen. Voor het goed volgen van de cursus is het cursuspakket onmisbaar. Dat cursuspakket voor beginners bestaat uit een cursusboek van 176 pagina's met veel praktijkvoorbeelden en speeltips. Twee speciaal voor de cursus vervaardigde spellenkaarten die samen 96 oefenspellen vormen. Met op de rugzijde van iedere kaart aangegeven welke speler die kaart in ieder van die oefenspellen krijgt. Dan een praktijkboek, ook van 176 pagina's, met heel veel praktijklessen en daarbij ook weer twee spellen oefenkaarten. Een Eccle geheugensteun, een handig klappertje dat tijdens het bieden bij het oefenen geraadpleegd kan worden. En tenslotte een fraai uitgevoerd bridgeblad, uitgegeven onder auspiciën van de Nederlandse Bridgebond, boordevol informatie over de cursus, over de oefenbijeenkomsten en hoe u daaraan kunt deelnemen. Dit unieke totaalpakket kost €59,50. Voor wie al in het bezit is van het cursusboek en de bijbehorende oefenspellen, is er een aanvullend praktijkpakket. Dat bestaat uit het praktijkboek, de bij dat boek behorende twee spellenkaarten, de Eccle geheugensteun en de Bridge Special, het blad met informatie over de cursus, de begeleiding en alles wat u maar wilt weten over bridge. Dit praktijkpakket kost €29,50. U kunt die pakketten bestellen door overmaking van respectievelijk €59,50 onder vermelding totaalpakket of €29,50
onder vermelding praktijkpakket, op postrekening nummer 123400, ten name van Avro Hilversum. U kunt ze ook bestellen bij de erkende boekhandel. When people ask me if I prefer to make films or play bridge more, I say that I prefer to hold the deck of cards in my hands and play bridge than to hold Sophia Loren and kiss her. Ja, ik weet het niet hoor, maar misschien moet hij dan toch even langs de huisarts. Ik heb trouwens ook al vernomen, maar van horen zeggen, dat hij gek is op teleloten. Telelot, spelen voor velen, spanning, spel en schitterende prijzen. Vanaf 15 juli strijden 150 bekende Nederlanders 6 weken lang iedere maandagavond in Afro Sterrenslag, waaraan een spannende loterij verbonden is, Telelot. Met 18.000 geldprijzen tot 100.000 gulden. En bovendien 50 schitterende auto's. Echt waar. 100.000 gulden en 50 prachtige auto's. Goed hè? Zo is dat. En als je niks wint, mag je het lot gewoon houden. Ze zijn overal te koop bij de bekende verkoopadressen. Dus nu allemaal in gestrekte draf op de telelot af. Gezellig. ATV, het samenwerkingsverband Avro Tros Televisie, presenteert nu een samenvatting van de Nederlandse tenniskampioenschappen. Hier is ATV met Fred Raquet. Goedenavond. De nationale tenniskampioenschappen 1985 hebben een heel ander gezicht dan doorgaans. En dat komt niet alleen door de zomer 85, die hier op de Mets in Scheveningen ook meedogenloos heeft toegeslagen. Vanaf deze zaterdagmorgen vroeg zijn talloze mannen bezig geweest om de banen in gereedheid te brengen voor de halve finales van het heren-enkelspel. En dat is dan diep in de middag eindelijk gelukt. Maar ook in sportief opzicht hebben de kampioenschappen een ander gezicht gekregen. Want bekende namen zijn door de aanstormende jeugd ook even meedogenloos uit het toernooi verwijderd. En dan praten we niet alleen over mensen als Frits Don en Martin Koek. Maar dan praten we ook over Mark Albert en Erik Wilbert en ja, zelfs over Tom Nijssen, die er niet meer bij zijn bij de laatste vier. Dat kwartet kent twee bekende namen. Michiel Schapers, die hier zijn titel verdedigt, en Menno Oosting, inmiddels bij het nationale tennispubliek een goede bekende geworden. En twee wat minder bekende, Johan Vekermans en Mark Koevermans. Twee halve finales worden tegelijkertijd verspeeld, anders kon het niet met het programma en konden we nooit morgen op tijd klaar zijn met het schema. Vandaar dat aan ons de keuze was om u één van de twee halve finales te laten zien. Wij kozen Michiel Schapers tegen Johan Vekermans.